Dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk welkom bij de Sportarena met vandaag Limburgs sportman van het jaar en already gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Londen. Hier is de zwemmer Joeri Verlinde. Ja! Hier achter me, de kenster Neet Omer, een wolkenkrabber van een voetballer. Ex-voetballer, moet ik het tussen zeggen. Ik heb zijn dreamteam presenteren. Regilio Vrede. Verder hebben we Huub Driessen weer op pad gestuurd. En ik heb me een hele leuke reportage over de grootste wielerverzameling van Nederland. En ook ooit een groot wielrenner, Leij Pepels. En we hebben een reportage van Carrie Weg, die nog steeds probeert met handboogschieten haar weg naar de Olympische Spelen in Londen te vinden. Natuurlijk hebben we een club van de week. En het is deze keer KSV Horn. Heur. En namens de KSV Heur al aangeschoven, Koen Meeuwissen. Koen, welkom. Dankjewel. Koen, een grote groep ja, metgenomen. Inderdaad. Actief clubje. Klopt. Ja, wie verleden het Heur? 280 ongeveer. Ja. Ongeveer tegen de 300 aan. Ja. En dat is nog steeds gezellig toe van de kaskettenakker door. Absoluut. Ja. Het dichtspoel was zelf in het eerste. Klopt. Nou, de winterstop goed begonnen. Ja. Als ik goed heb geleek spel tegen de koploper Boxum. Ja. Kelpen Oler moest eraan geluiven met 3-0. 3-0 hebben we die ingepakt. Dus toen kwamen ze op het goede moment. Ja, inderdaad. Je komt met de reën. Dan gaan we dadelijk. Maar we gaan aan de hand van de foto's even eind voor eind alles doornemen. Dus we gaan eerst naar de eerste foto. Ja. Een pannakooi in Heur. Ja, inderdaad. Geweldig. Sinds enkele weken hebben we die in Heur langs het voetbalveld staan. Op onze eigen accommodatie. Die gebruiken we voornamelijk voor de jeugd. Om de techniek te verbeteren. Nou, in zo'n pannenkooi kan dat perfect. Nou, we hebben een heel technisch plan opgesteld. Door enkele mensen binnen de club. En goed, dit is er een onderdeel van. Om daar de doorstroming naar de senioren een stuk makkelijker te maken. De zesde jeugd, die is hier tegenwoordig. Gaat het allemaal pannenvoetbal al? Hebben we het nog niet gedaan. Oh, nog niet. Werd niet, want ik ken ze echt van die. Maar ik ken dit een beetje. Dat was ook een technische voetbal. Ik heb ze ook wel in die pannenkooi gestonden. Nee, nog niet. Ja, dat zal binnenkort gebeuren. Vul me tegen. Gewoon naar de tweede foto. Kijk. Dat was een klein jaar geleden. Kampioensteam? Inderdaad, kampioensteam. Dat is het tweede van haar. Ja. En je zult dadelijk in de foto zien van het eerste. Vorig jaar zijn we beide kampioen geworden. Maar we laten hem gelijk erbij zien. Als ik zes het eerste ook kampioen. Hebben we hier de beelden van. Kijk, eerste team ook. Mooi, hè? Promotie naar de vijfde klas. Klopt, inderdaad. Af voor beide teams. Alle twee van de zesde naar de vijfde klas. Goed, dat is ze ook. En dat er veel jeugd is. Dat we, ons technisch plan langzamerhand een beetje vruchten begint af te werpen. En we hopen dat in de toekomst nog verder te kunnen realiseren. Dus dat wieveel jeugdteams heb je? Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik stel alleen maar goede vragen. Twee kabouterteam, 2F, 2E, 2D, een C, een B. Dan heb je het gehad, dus een ding, een team of 10. Nog geen A? 11. Geen A nog? Dat nog is jammer, altijd. Misschien volgend jaar. Ja. Maar op dit moment hebben we 11 jeugdteams. Ja, perfect. Ja. Gaan we naar de volgende foto. En volgens mij, de reën ook. Vandaar dat we een beetje snel erheen gingen. Ja. Vertel het eens, Koen. Ja, dit is het team Heur tegen Kanker. Een aantal enthousiastelingen uit Heur die zich bijeen hebben gepakt. Een aantal mensen ervan zitten ook bij de voetbalclub. Vandaar dat we inderdaad de link hebben gelacht. Dus juist de mensen ook in het publiek zitten met het gele shirtje aan. Een van de leden heeft helaas in het verleden de ziekte kanker moeten ondervinden. Dat was een behoorlijk zware tijd voor degene. We hebben ons... Esther, wilt er ik weet niet of er even wilt bekallen, maar hij zit er wel. Ruud, steek heel even de handen. Ja, kijk dat. Ja. Hij is er helemaal bovenop gekomen, zus. Dus daar zijn we allemaal hartstikke blij om. Ja, inderdaad. Hij heeft vorig jaar voor de eerste keer de Alpe d'Huez beklommen met de fiets. Daar heeft er een aantal mensen enthousiast in gemaakt, we onrecht, maar ook de andere mensen die er zitten. En we gaan aankomende juni gaan we met een team van fietsers, 6 fietsers en een team van wandeleers, gaan we de berg opklimmen. En is dat in
werd dat van dood georganiseerd? Is dat een bepaalde wedstrijd? Ja, ja. Daar hebben ze de organisatie Alpe d'Huez, sorry. Ja. Die heeft het georganiseerd en die organiseert dat voor heel Nederland. Nu weet ik dat er heel veel groepen naartoe willen, dat ze uitgelot moest worden om daar te mogen komen. Dus je hebt ook dat geluk gehad dat je ingelot zit. Ja, je moest inderdaad wel aan bepaalde kwalificaties voldoen. En het verleden daarin, als ze goed hebt gepresteerd, in de vorm van geld ophalen. Ja, goed, dat geeft dus meer kans om mee te doen. Nou goed, dat heeft Ruud met zijn compagnon vorig jaar op een goede manier gedaan. En vandaar dat we inderdaad dit jaar mee mogen doen. Ja, ja, dus ja. Geld is wat jij nog nodig absoluut, hebt. Ja. Dat de hubs nu primetime. Ja, inderdaad. Nou goed, we hebben een aantal evenementen georganiseerd. Of we begonnen een aantal evenementen organiseren om het geld bijeen te rapen. Nou goed, we gaan een feest organiseren. We gaan een kookworkshop organiseren. Met als doel zoveel mogelijk geld binnen te krijgen. Ik weet nog een goede kok. Kijk, lief naar dit programma kieken dadelijk. Ik heb nog een goede kok voor. Goeie tip. Ja. Daar gaan we zeker met naar dan. Ja goed, een aantal evenementen waar we inderdaad geld met gaan ophalen. En ja goed, iedere sponsoring is welkom om het zo maar te zeggen. Dus mensen in Heur of in de wijde omgeving die het initiatief Heur tegen kanker willen steunen. Je kent het melden bij de KSV Horen. Het leest bij Koen Meeuwissen gelijk zelf. Ja, geen probleem. Koen, ik vind het eigenlijk fantastisch wat je doet met de jeugd op de goede weg. Het eerste is aan het winnen en laten we vooropstellen, het lessen vind ik het allerbelangrijkste. Absoluut. Heel veel succes met dit super initiatief. En laten we hopen dat ook deze uitzending kan bijdragen dat er een goede pot met geit naar de Alpe d'Huez. Inderdaad, we hopen het. Succes. Dankjewel. Ja. We blijven even bij het wielrennen. Zoals ik al zei, Huub Driessen is op zoek gegaan naar Lei Peeples. Oud wielrenner van voor de oorlog nog, maar immers met de grootste wielerverzameling van Nederland. Vandaag in de Sportarena aandacht voor een krasse knar. Een krasse knar uit de wielersport. Lei Peeples, inmiddels 91 jaar, maar nog altijd fit en bij de pinken. En met Lei sprak ik over twee dingen. Zijn wielercarrière, maar ook over zijn levenswerk. Een enorm wielerarchief. He's up each morning bright and early. All the neighborhood to bring to every boy and girlie. Lei Peeples, 91 jaar inmiddels. Ja, Lei, wie oud was ze toen ze ging fietsen, jong? Dat is in 42 geweest. Toen ging ik mijn eerste wedstrijd. En was dus 21 jaar? Dat was 21 jaar. En dat is de enige wedstrijd in dat jaar waar ik gereden heb. Want er was oorlog en er wordt het afgelopen. Ja. Er worden geen wedstrijden hoor. Ja. Zeg, wat was ze voor een rennerleider? Was ze een Flandriër? Was ze een sprinter, een klimmer, tietrainer? Nee, een sprinter, maar klimmen dat wordt me gegeven. Dat wordt het eerste wat ik deed. Pantani uit de oorlog. Oh. Ik denk niet Pantani, maar ik moest toch heel goed volgen. Ja. Zeg, maar het begon ze in 1941 met koersen, maar in welk jaar ongeveer hebben ze de allerlaatste koers gereden? Ja, wat bedoelt ze bij de veteranen later? Ja, maar niet zo goed wanneer. Ja, dat waren de 80 jaar. Nee. Dat betekent dus dat ze laten we zeggen, een 40, 45 jaar op de fiets hebben gezeten. Ja, zeker. Nee, maar als ik naar het archief kijk, wat is nu het oudste stuk wat ze hebben staan? Uit 1924. Een gezet of? Een gezet, ja. Ja. Uit 1924. Ja. Met de voetbalclub Versteen. Oh, oké. Okay. Hey, maar ja, van 24, ja, dan ga ik wel eens wie lang dat is, maar ik heb hier de wielerrevue van 2011. Dat betekent even 87 jaar archief is dat. Ja, dat ik heb, ja, god, ik heb zoveel, dat heb je gezien. Ja, zes in kasten zeggen. Ik weet het begin eigenlijk niet meer. Ja. Alleen dat weet ik tot het oudste. Ja, en verzamel ze nog immer of best gestopt? Nee, ik houd de spoor doet ik het. Ja. Die houd ik nog altijd, dat is toch in de basis. Ja. Of ik het van vroeger, die bewaar ik nog allemaal. Ik heb immer gemeend dat het geweten van het wielrennen, dat Sean Nielsen is geweest. Maar ik heb de indruk dat hier het geweten van het wielrennen zit. Dat klopt, want Sean was 11 jaar, dan kom ik weer in Oezen. Dan komt het volgende. Wie goed zeiden met fietsen, de boerder in de haven in Steen. Ja. Met de Staatsmijnenhaven. Daar ben ik overgeplaatst in de Koks Morris. Mm-hmm.
Dat is de vader van Jo, de zoto in de Benzol. Ja. En dat woont uit supporter uit Mien en Tiet. Ja. Daar heb ik oeren met gekald over het rennen vroeger. Maar daar ging ik ook op te komen. Daar was Jo 11 jaar. Ja. Bij hun en Oes. Ja, wat niet iedereen weet, als Jo het niet meer wist, en dat, ja, hoe ging hij dan in? Hij heeft me gebeld, ja. Hij heeft me dikker gebeld, ja. Leijon, is dat archief van Jo Nelissen, dat is nog in het wat verkocht geworden, maar heb zich nooit overwogen om dat over te nemen dan? Nee, dat hou ik niet aan. Want ik hou meer Jo Nelissen van hoe het vroeger zal hem zeggen. Ja. Dat hou Jo allemaal niet, want er was Jo nog niet. Ja, verzamelen. Er wordt kleiner. En die gupverzamelaars, die bellen me geregeld op. Deze de weg. We willen het van de geuren nemen. Ik doe het niet weg, zeg ik. Want dan gaat het van God weet hoe. Ik zou het voorleven aan een geuver laten die het voor zichzelf deed. Niet voor te verkopen. Van de grootste wielerverzameling naar Emestij op weg is om een hele grote medailleverzameling op zwemgebied bij elkaar te zwemmen. Limburg Sportman van het jaar, Joeri Verlinde. Welkom, Joeri. Ja, leuk om ja, te zijn. Ja, dan ook van ja, ja, ja. Ja. Dacht het wel. Joeri, Dich en Maartje Pauwme zijn volgens mij tot op dit moment de enige Limburgers die echt zeker zijn van deelname aan de Olympische Spelen. Ja, volgens mij las ik laatst dat Peter Hellebrand zich ook nog gekwalificeerd heeft. Dus naar mijn weten op dit moment 3. Ik hoop dat ik heel veel mensen vergeet. Dat zou alleen maar goed zijn. Ik hoop het ook. Dus, maar ja, inderdaad, nog een handjevol mensen op dit moment. Ja. Jij hebt je eind 2011 weten te kwalificeren. Voor de mensen die het niet weten, kan me niet voorstellen. Op de vlinderslag is jouw discipline 100 meter sterkste afstand. Ja. Geeft dat rust? Ja, voornamelijk rust. Natuurlijk ben je blij, maar ik heb 4 jaar geleden heb ik de Spelen van Beijing net gemist. En ook daar had ik al 3 jaar voor getraind. Dus het moment dat je dan uiteindelijk die kwalificatie afdwingt, ja, dat is een moment waar je 7 jaar voor getraind hebt. Dus als dat moment eenmaal daar is en die kans is er en je grijpt dat moment, je draait je om naar het scorebord en je ziet die tijd en je denkt yes. Gelukt. Ja, want dat was het in november. Hè. Je moest nog een bepaalde tijd zwemmen, vormbehoud tonen. Ja, ja, inderdaad. Na je 7e plek op de WK. Klopt, klopt. Ben je op de goede weg nou? Je hebt de rust om je kunnen voorbereiden, helemaal fixeren op die zomer, op die 21ste... Nee, op die 3 augustus is het. 3 augustus, ja, inderdaad. Ja, ja, kijk, de bedoeling was voor ons om te kwalificeren in november. Normaal is het zo dat je in het zwemmen om heel hard te kunnen zwemmen ook uitgerust moet zijn. Nu mochten wij van onze coach niet uitgerust aan de start verschijnen, maar alsnog wel voldoen aan die Olympische limiet. Nu is het zwemmen van een Olympische limiet geen dagelijkse bezigheid, dus dat bracht best wel spanning met zich mee. Nou, ik was in staat om onuitgerust die tijd te zwemmen. En, ik ben net terug van een andere trainingsstage op Tenerife. En 3 weken. 3 weken inderdaad, en daar ontzettend hard weer getraind. Weer stappen gemaakt en met de rust van december gewoon de lijn verder getrokken en kom ik steeds meer in vorm. Is dat niet het moeilijke in jouw sport? Dat iedereen bepaalt zijn eigen route. Maar je weet eigenlijk maar op een paar toernooien dat iedereen volledig uitgerust aan de start verschijnt. Dat is van tevoren vaak heel moeilijk meten hoe je ervoor staat. Ja, maar goed, ik denk je moet dat gewoon individueel bekijken. En geen zwemmer is hetzelfde. Dus iedereen zal ook een ander pad moeten bewandelen. En uiteindelijk is het nog maar de vraag dat als je op je piekmoment ook daadwerkelijk een vorm wil zijn, dat je dat ook op de juiste manier gedaan hebt. En dat het ook maar net allemaal op zijn plek valt. Hey, door maar net 2 dagen een ander soort training te doen, kan het zijn dat je wanneer je op je piekmoment moet zijn, ja, dat het gewoon helemaal misloopt. Dus het komt wel op hele kleine marges aan. Ja, en dus jaren ervaring van passen en meten hoe je dat het beste kan doen. Ja. En leg je een beetje op schema? Ja, absoluut. De training die ik doe zijn vele malen zwaarder dan die ik vorig jaar aankon. En mijn filosofie is een beetje hoe beter ik train, hoe beter de wedstrijden gaan. Ja, en trainen is in jouw geval 32 tot 36 uur per week. Ja, inderdaad. En dat blijf ik nog steeds met heel veel plezier doen. Ja, we hebben hier dadelijk Regilio Vredes. Volgens mij deden voetballers, wij deden dat in de maand, of niet?
Ja, maar ieder zijn ding. Kijk, iedere sport heeft zo zijn eigen manier van werken. En dit is vereist voor het zwemmen. En ik vind het fantastisch. Ja, ik moet er nog 36 uur in de week. Maar hoe weet je nou hoe je ervoor staat? Is het puur gevoel? Of je zegt, ja, ik kan meer trainingsarbeid verzetten als een jaar geleden. Ja. Sneller herstel ook? Of? Kijk, meten is weten. Het is heel makkelijk in feite door de stopwatch in te duwen en op en neer te zwemmen. En je weet of je wel of niet beter wordt. Daar komt heel bazaal op neer. Ja. Maar natuurlijk, in topzwemmen gaat het natuurlijk om details. En met de details zijn we ook dagelijks mee bezig. En ook die kun je weer meten. Ja, uiteindelijk komt het op heel veel neer op heel veel meten. Ja. En dat doen we gewoon veel. En de graadmeter in het harder kunnen trainen, het beter trainen vooral. Ja, dat laat mij weten. Al is het misschien alleen maar een gevoel, maar dat gevoel heb ik dan. Dat ik gewoon echt veel beter ben geworden. Jouw PR is 51,82 in het hoofd. Je hebt de vorige keer hier al gezegd, wil je in de buurt van het podium komen, moet je een dikke 50er zwemmen. Dat zit er al in, want dat weet je natuurlijk al op de training. Nou kijk, het is moeilijk te voorspellen dat het op de wedstrijd maar net allemaal zo gaat lukken. Hè. Kijk, je moet een goede start hebben, de overgang, het blijven zwemmen. Goed, weet je, heel veel dingen bij elkaar. En het is gewoon een som der delen. En ieder deel ben ik aan het pakken in de training. Dus als ik alles optel... Neem ze eens even door, want ik vind het wel interessant wat je zegt. Want veel mensen denken van, ja, die moet vlinderslag naar de overkant en terug. In een 50 meter bad, maar beginnen bij de start. Je begint bij de start. En we hebben sinds kort een meetsysteem in Amsterdam. We kunnen heel mooi met beelden analyseren hoe we in het water komen, welke hoek, welke snelheid. En uiteindelijk gaat het erom dat je op de eerste 15 meter, want dat hoort bij de start, dat wil je zo snel mogelijk doen natuurlijk. En als je gewoon meet dat je... de onderwaterfase? Onderwaterfase hoort daarbij, de break of de overgang. Als je bij elkaar meet dat ik daar toch wel echt behoorlijk wat winst heb gepakt, dan zit dat in feite al in de pocket, terwijl ik daar niet harder voor hoef te trainen. Dat is gewoon heel vaak doen. Dus daar heb ik al een deel winst gepakt. Dan komt een deel zwemmen. Dat is voornamelijk basissnelheid, de eerste baan. Nou, de basissnelheid die is de laatste tijd toegenomen. Dat heb ik kunnen meten in sets. De tweede baan zwemmen, die is ook beter geworden aan de duursets die ik heb gedaan in de training. Dus op, was de tweede baan ten opzichte van jouw concurrenten altijd al veel beter. Een goede, ja, inderdaad beter. Ja. Het keerpunt dan, want je slaat hem over. Ja, ik sla het keerpunt inderdaad over, ook die hoort erbij. Ben ik hard mee bezig. Ik ben zeker niet achteruit gegaan erop, maar het is een vrij complexe beweging. En je denkt van ja, ik tik aan met twee handen en ik zet wel af. Maar het gaat zo snel allemaal. Uiteindelijk de handeling van voeten of handen tegen de muur en het voeten afzetten, daar gaat uiteindelijk 6/10 in. Nou, probeer maar eens een keertje een beetje voorstelling te maken als je zelf gaat vrij zwemmen. Hoe kort 6/10 is. Ja, dan komen wij heel rustig aangezwommen. Ja. Jij komt, welke snelheid ontwikkel je? Met welke snelheid kom je aan de overkant? Ik denk dat je ongeveer 23,5 tot 24 seconden doet over die eerste baan in vlinderslag. Dus je zit dik boven de 2 meter per seconde. Nou ja, dat is dus looptempo is dat ongeveer iets meer dan 7 km per uur. Ja, dat is echt. En dan moet je zo snel mogelijk weer van die muur weg. Dus ja, er komen best wel wat krachten bij kijken. En je moet snel zijn, je moet klein maken. Veel complexe handelingen. Ja. En dat vergt gewoon tijd en oefening. Je zegt, het moet allemaal bij elkaar komen op het goede moment. Maar dat is dezelfde persoon die ook zegt, zelfs een honderdste van een seconde is trainbaar. Ja, dat is ook zo. Kijk, uiteindelijk in de wedstrijd is het een repetitie van wat je in de trainingen gewoon al 1000 keer gedaan hebt. Het is alleen in de wedstrijdzaak dat je je hoofd koel houdt. En dat je dan de dingen die je altijd al gedaan hebt in de training allemaal bij elkaar laat komen. Ja. Het is alleen niet zo dat wij in de trainingen PR's of wereldrecords kunnen zwemmen. Omdat dat echt een hele specifieke voorbereiding vergt. En echt een hele andere setting dan enkel op en neer zwemmen. Dat is er zeker niet bij. Oké. Okay. Wanneer, of heb jij nog een moment dat jij uitgerust aan de start verschijnt voor de Olympische Spelen? Zoals het er nu naar uitziet, niet. Gewoon, ik ben gewoon hard aan het trainen en onder het harde trainen snelle tijden neerzetten. Met de gedachte, het gaat alleen maar harder als ik uitgerust ben. Dus dat betekent de swimcups in Amsterdam en in Eindhoven en het EK in Antwerpen volgens mij in mei nog? Nee, dat is verplaatst naar Hongarije. Oh.
Dus, maar daar kan ik wel over oplichten. Wij gaan als nationaal team, degene die naar de Olympische Spelen gaan, wij gaan niet deelnemen aan de Europese kampioenschappen. Dat niet past in de voorbereiding. Omdat het niet past in de voorbereiding. En dat is heel spijtig, omdat ik 2 jaar geleden daar wel mijn eerste internationale medailles heb gehaald. Zilver ook in Boedapest, ja. En dat was het, ook in Hongarije. En dat is jammer, maar je moet keuzes maken. En nogmaals, ik heb 7 tot 8 jaar gewacht op het moment om te schitteren op de Spelen. Dan kan die Europese kampioenschap wel even wachten. Ja. Je hebt ook in het verleden gezegd, ik train niet 36 uur in de week om vierde van de wereld te worden. Ja. Ja. Hoe reëel, waar sta je nu? Ja, weet ik niet. Op dit moment, we zitten nu in een tijd van het jaar dat heel veel trials, kwalificatiemomenten zijn voor buitenlanders. Kijk, toen ik mijn kwalificatiemoment had, was ik niet in vorm. Of in ieder geval niet uitgerust, maar soms ook wel een hele nette tijd. En eerlijk gezegd trek ik mijn eigen plan en kan ik wel een beetje kijken wat de concurrentie doet. Maar weet ik veel wat zij in de trainingen doen. Uiteindelijk komt het neer op de Spelen, op die 2 en 3 augustus. Dan moet je in een vorm zijn. Dan moet je de beste race laten zien die je op dat moment in je hebt. En een clubgenoot van mij die zei een keertje, ranglijsten worden achteraf bepaald. En ja, daar kan ik me helemaal in vinden. Pas in Londen. Na de Olympische Spelen hebben we weer een nieuwe ranglijst. Zo is het. Jouw clubgenoot zal ook deel uitmaken, denk ik, van het estafette-team waar je ook in uitkomt. Waar jullie ook al gekwalificeerd zijn voor Londen. Ja, klopt. 5e op de WK. Ja. Dat was verrassend, want het is een gigantisch jong team. Volgens mij ben jij de oudste met 24. Nee, ik ben de jongste. De oudste is 25. Dus we zitten met 4 man zitten binnen een jaar. En als ik kijk naar die WK-finale, we waren inderdaad het jongste team dat in die finale stond. We trainen nu net een jaar samen, sinds ik naar Amsterdam ben verhuisd. Met z'n vieren gewoon iedere dag bezig zijn. En het is gewoon leuk. We zo'n leuke groep met heel veel potentie. En die 5e plek op de WK was leuk. Maar ook die gasten trainen niet zoveel in de week voor die 5e plek. Je zwemt niet alleen de estafette met ze. Ze zijn eigenlijk ook onderdeel van de reden dat jij de stap van Eindhoven naar Amsterdam hebt gezet. Ja, inderdaad. Dagelijks trainen met ploeggenoten die bijna hetzelfde trainen, waardoor je ook in de training de concurrentie met elkaar aangaat. En elkaar kunt oppeppen. Je kunt elkaar oppeppen en als iemand een steek laat vallen, dan is het, hey, kom op, wij willen strakjes met z'n drieën in Londen shinen. Dan moet jij ook aan het werk. Alles opzij voor die Olympische Spelen. Absoluut, ja. Zelfs af en toe op zoek naar een touw. inderdaad, ja. Ja, dat leg je heel even uit, want de mensen denken, nou, waar heeft die jongen het over? Ja, nee, we hadden Tenerife inderdaad een teamopdracht. En dat was met de estafette jongens. En de bedoeling was om op een half voetbalveld, was een touw gelegd en wij waren geblinddoekt. En wij moesten met z'n vieren, door goed te communiceren, dat touw zien te vinden. Ja, je hebt geen idee om er als team sterker uit te komen. Ja, leiderschap tonen. Wie neemt op welk moment de leiding? En hoe luister je naar elkaar? Hoe communiceer je dat? En ja, ik had toevallig een vakantie daar op Tenerife. Dus ik was net op dat moment daar. Maar het duurde een uurtje. Het duurde inderdaad een uur, ja. Ja, het was helemaal niet zo'n groot voetbalveld. Maar ja, het was wel een hilarisch moment. Ik vond de discussie achteraf nog veel interessanter eigenlijk. En dan denk ik van, ja, die zijn toch heel wel overwogen met hun sport allemaal bezig. Ja, het is nodig, hè. Weet je, want de discussie over wat een team inhoudt en wie leiderschap moet tonen enzovoort. Ja, en dat is universeel, hè. Dat is niet alleen wat bij ons van toepassing is. Dat zie je in iedere tak van sport en zelfs ook in bedrijfsleven. Hè, je moet, de juiste mensen moeten op de juiste moment, op de goede momenten opstaan. Ja. Jori, jij levert je prestaties, de meesten weten het, met 1 nier die het voor 70% doet. Ja. Heb je verder geen hinder van, ja, iets langzamer herstel, maar geen hinder. Ik wil eigenlijk afsluiten met een boodschap van jou aan alle nierpatiënten. Ja, kijk, een van de redenen waarom dat ik ambassadeur ben geworden van de Nierstichting, heeft te maken dat ik maar 1 nier heb. Maar aan de andere kant ook dat ik heb het geluk dat ik met die ene nier kan doen waar ik als kleinkind altijd van gedroomd heb. En dat is van mijn hobby, zwemmen, een beetje mijn werk maken. En dat die nierafwijking, om het zo maar te zeggen, me nooit heeft beperkt. En ik denk dat je dus inderdaad met een nierziekte onbeperkt kan leven. En op de een of andere manier misschien mensen een soort van hoop geven dat er toch wel meer mogelijk is met je lichaam. Als je de goede instelling hebt. En natuurlijk, het zal met ups en downs gaan. Maar met de juiste instelling kun je gewoon echt heel veel bereiken.
En ja, dat is zeker iets wat ik mensen mee wil geven. Blijf die hoop vasthouden, want er komen echt, het zal altijd goed komen. Hoe dan ook. Dankjewel. Fantastische boodschap van Jury. Die zorgt dat alles goed gaat komen. Hopelijk al op de Olympische Spelen in Londen. Wij zullen hem volgen. Mensen die hem ook volgen zijn de sportertjes van later. De sportertjes die misschien in 2028, als we de Olympische Spelen in Nederland hebben, de reizende sterren zijn. Topsport Limburg presenteert ze nu al aan u. Dit zijn misschien wel de topsporters van de Olympische Spelen van 2028, die misschien wel in Nederland gehouden worden. Zo werd onlangs de kick-off gegeven voor het project Go for Gold, waarin Limburgse kinderen worden klaargestoomd voor de top. Alle Olympische sporten kwamen voorbij, maar je weet natuurlijk nooit of deze kids ook hun doel, de Olympische Spelen, zullen bereiken. Dat zou zomaar kunnen. Dat zijn alle kinderen die op dit moment de sport beoefenen en die dat met veel plezier doen en die de ambitie hebben om dat te halen. Dat zijn absoluut mogelijke kandidaten. Ja. Ja, maar ze zijn niet geselecteerd op hun prestaties tot nu toe. Nee, maar dat is ook niet de insteek. En ik ben zelf ook actief topsporter geweest. En in eerste instantie staat plezier gewoon hoog in het vaandel. En zo ben ik zelf ook begonnen. En uiteindelijk groeit dat vanzelf, dat je merkt dat je talent hebt en dan ontwikkelt zich dat vanzelf. Krijg je een status en ja, uiteindelijk dan is het natuurlijk aan de sporter om te laten zien en uit te blinken in zijn tak van sport. Myron Gerrits is zo'n jonge sporter die vastbesloten is om de top te halen. Hij doet het niet voor minder dan een Europees kampioenschap. Wat doe je voor sport? Taekwondo. Taekwondo, en kan je dat een beetje goed? Ja, ik heb al bijna zwart. Wat wil je daarmee bereiken met taekwondo? Dat ik later aan de Olympische Spelen mee kan doen. En een Nederlands kampioen of Europees kampioen. Grote prijzen gaan winnen. Ja. Stel je nou voor, een beetje flauw, maar stel je nou voor dat je geen Olympisch kampioen wordt. Je haalt dan niet de Olympische Spelen. Ja, dan doe ik Europees kampioen worden. Dan word ik Europees kampioen, ja. U hoort het, ambities genoeg. En dat is nodig, weet ook Ferry Grevink. De Venrenaar werd zelf namelijk wereldkampioen in taekwondo en haalde ook een Europese titel. Door blessureleed heeft Grevink echter nooit aan de Olympische Spelen kunnen deelnemen. Nee, dat hadden we toen niet. En juist daarom, vanuit mijn eigen oogpunt, vind ik het heel erg belangrijk dat in de jeugd nu al dat daar geïnvesteerd wordt. En dat die al gestimuleerd wordt om mogelijk ooit die top te bereiken. Dus, maar het gaat erom gewoon omdat wij gewoon die cultuur binnen Limburg creëren. Dat kinderen ten eerste aan het sporten gaan, maar ook de mogelijkheid hebben om zich verder te ontwikkelen. En om gewoon topprestaties te leveren, want daar gaat het ons om. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat hebben Regilio en ik niet echt meer. Hij is inmiddels aangeschoven, Regilio Vrede. Regilio, we gaan er even tussenuit voor de reclame. Maar jij maakt voor de reclame nog bekend wat jouw nieuwe club is als trainer, hè? RKC SV Venlo, ja. Regilio Vrede naar RKC SV Venlo. Vierde klas? Vierde klas, ja. Nieuwe kampioen. Tot na de reclame.